Met de tijd dienen zich steeds meer interessante beleggingsmogelijkheden in start-ups. Waar komt deze trend vandaan en waarom is het een goed idee om in impact start-ups te investeren? In dit filmpje vind je mijn 5 redenen waarom investeren in start-ups met een sociale missie zowel impactvol als lucratief kan zijn. Ja, waarom ik zou investeren in alles wat te maken heeft met energietransitie. Kijk, klimaatverandering, dat is natuurlijk een serieuze uitdaging. Maar je kan het ook zien als een zakelijke kans. Kijk, als we het klimaatprobleem willen aanpakken, dan zullen we vrijwel ieder segment van de industrie opnieuw moeten worden uitvinden. Om een CO2-uitstoot van nul te bereiken, is een revolutie nodig in de productie van echt alles wat we consumeren. Dus kijk, van het maken van brandstof, voedsel, bouwmaterialen, het moet allemaal opnieuw worden uitgevonden. Dus je hebt een keuze. Je kunt aan de zijlijn blijven staan en helemaal niets doen, toekijken. Of je kunt investeren in die slimme innovaties die ons enorme probleem omzetten in een zakelijke kans. Volgens Larry Fink, CEO van BlackRock, zijn de volgende 1000 unicorns juist die bedrijven die significant bijdragen aan de energietransitie of het behalen van onze sociale doelstellingen. Vergeet nou even de overheid, de grote bedrijven en ga eens nadenken over wat we zelf kunnen doen. Ik wil zeggen, 5% van onze klimaatdoelstellingen zijn tot nu toe bereikt. Dat is super deprimerend. En het lijkt wel alsof wij zelfs hier niets aan kunnen doen, maar dat is natuurlijk de grootste onzin. Kijk, Startup Bootcamp heeft uitgezocht hoeveel start-ups we nou eigenlijk wereldwijd nodig hebben om klimaatdoelstellingen te bereiken. En ze zijn met een getal gekomen. 170.000 start-ups die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingen zijn er nodig in de komende jaren om die noodzakelijke innovatie te stimuleren om te repareren wat we eigenlijk kapot hebben gemaakt. Weet je, en nou denk je, dat lijkt misschien enorm. Maar als je bedenkt dat er wereldwijd ieder jaar tussen de 100 en 150.000 start-ups worden opgericht, ja, dan wordt dat doel ineens een stuk haalbaarder. In de huidige tijd geven we een speciale status aan bedrijven die op een duurzame manier werken. Dat is natuurlijk complete onzin. Ik verwacht dat dit binnen een decennium gaat veranderen. Kijk, het is simpel. Het produceren en het aanbieden van producten en diensten op een duurzame manier, dat is gewoon de standaard. Bedrijven die dat niet doen, ja, die krijgen gewoon te maken met echt superhoge kapitaalkosten als ze überhaupt al toegang hebben tot kapitaal. En dan hebben we nog niet eens over het feit dat de nieuwe generatie, ja, die zou toch echt wel die bedrijven voor kiezen. Die producten of diensten produceren die op een duurzame manier worden aangeboden. Ik bedoel, zeg nou zelf. Bedrijf met duurzame missie, bedrijf zonder duurzame missie. Ja, ik snap het wel. Dankzij de torenhoge inflatie daalt ons geld heel snel in waarde. En bovendien rekenen nog steeds heel veel banken een negatieve rente op je spaarrekening. Dat zal gaan veranderen. Met de stijgende rente lijkt me logisch. Maar wie zijn of haar spaargeld op de bank laat staan, die zal dat zien verdampen door de hoge inflatie die we aan de andere kant zien. Kijk, je vermogen gaat verdwijnen in een tempo dat je je niet kan voorstellen. Dus kijk, wat kan je doen? Investeer je geld in alles wat de overheid niet kan bijdrukken. Maar met de traditionele aandelenbeurzen, die massaal overgewaardeerd zijn, en een vastgoedmarkt die toch echt wel op knappen lijkt te staan, een cryptomarkt die door het putje heen gaat, zou je toch echt creatief moeten zijn. Kijk, goud, het zou je niet verbazen, is zeker een goede optie, of vind ik een goede optie. Maar early stage startups, ja, die hebben een goed potentieel en nog een hele nette waardering die heel veel andere activa niet hebben. Beleggen in startups is natuurlijk enorm risicovol. Wist je zelfs dat 90% van alle startups hun vierde verjaardag niet eens haalt? Kun je je voorstellen? Slechts 10% van alle startups bestaat nog na 4 jaar. Een sterke selectie van een accelerator of van mijn part een venture builder programma, ja, die kunnen dit succespercentage aanzienlijk vergroten. Tot maar liefst 70%. Investeren in beginnende startups, zoals ik al zei, het kan je een supermooie upside leveren. Maar het is gewoon niet zonder risico. Kijk, van de 100.000 tot 150.000 start-ups die jaarlijks wereldwijd worden opgericht, moet je eerst de meest succesvolle zien te vinden. Als een soort van naald in een hooiberg. En vervolgens moet je inzetten op slechts 1 start-up. Ja, kijk, dat is echt
bijna krankzinnig. Dus kijk, zorg ervoor dat je meedoet aan het professioneel selectieproces van een acceleratorprogramma. En zorg dat je investeringsportefeuille zoveel als mogelijk gediversificeerd is. Het gaat uiteindelijk gewoon om de aantallen. En het gaat erom dat zo'n start-up op een juiste manier door een programma eigenlijk zichzelf kan verbeteren, kan versnellen en haar kans op succes aanzienlijk zou vergroten. En dan is het gewoon de wet van de getallen. Bij NextChange hebben we impact investing tot een van onze kernprioriteiten gemaakt. Wij werken samen met verschillende start-up accelerators om mandjes met start-ups aan te bieden, zoals bijvoorbeeld het Bold Action programma van Startup Bootcamp. Kijk, heb je nou vragen over beleggen in start-ups of over beleggen in impact? Neem dan gerust contact met ons op.